We staan hier bij de werken van Kees Stoop. Daar kan jij heel veel over vertellen. Wat was Kees Stoop voor iemand? Nou, eigenlijk is Kees Stoop een heel goed bewaard geheim. Het is één van de allerbeste tekenaars in Nederland van de vorige eeuw. En die erkenning heeft hij vreemd genoeg ook wel gehad. Ik kan me voorstellen dat een hele hoop mensen die hier naar kijken niet weten wie Kees Stoop is, eigenlijk nog nooit van hem hebben gehoord. En toch en toch en toch is hij één van onze bekendste, niet bekendste, maar belangrijkste kunstenaars van de vorige eeuw. En vooral wat betreft zijn tekenwerk. Wat een ware blonk zijn tekenwerk vooral in uit? Dat is een hele erg moeilijke vraag, want ik ben geen kunsthistoricus. Maar waar het in uitblonk is de enorme veelzijdigheid. Het is niet voor te stellen dat als je dus een aantal tekeningen bekijkt, dat van één hand is. Is echt niet voor te stellen. Er zijn prachtige gedetailleerde etsen, er zijn zeer uitgewerkte, zeer fijne tekeningen. Er zijn ook ruwe schetsen, er zijn ook tragische beelden van vluchtelingen. En dat allemaal van één hand. Ja, hij is ongeveer 3 jaar geleden is hij overleden. Maar hij heeft wel in een hele lange levenstijd heeft hij heel veel gemaakt. Nou ja, toen Kees Stoop overleed, toen heeft de Kees Stoop Stichting al zijn werken geërfd. En daar zit je dan met 2000 tekeningen, schilderijen, etsen en noem het allemaal maar op. Dus fase 1 was fotograferen van al dat werk. En dan kom je al dat moois tegen. En toen is er in samenwerking met vrienden van Kees uit Holten zijn er ook tassen documentatie aangereikt. En toen is er dus een beetje zo een sortering gemaakt. En toen is eigenlijk met een aantal mensen is dat boek tot stand gekomen. En ja, daar komt Kees als leven en werk, die beide facetten komen in dat boek aan bod. Ja, want het maakt hem tot een heel bijzonder iemand. Zeker, dat is zeker waar. De expositie van Kees Stoop, wanneer kunnen mensen die bezichtigen en hoe lang draait die? Hij is tot en met 25 september. Mensen kunnen komen kijken van 12:30 tot 14:30 op donderdagmiddag. Van zaterdag is het van 1 tot 4 uur. Dan is het laatste uur is er ook een organist die hierboven mooi orgelspel speelt. De laatste zondag van de maand is hier ook open. Dat is heel erg mooi. En dat boek, hoe kunnen mensen, waar kunnen ze hem halen? Hoe kunnen ze erover beschikken? Nou, eigenlijk bij elke boekhandel, maar ook bij bol.com. Ze kunnen het ook via internet bestellen. Dus overal is het bestelbaar.